Ze hebben de snertrit. De motorclub Laurentius uit Meelheizen begint het seizoen met de zegening en eindigen met het net. Adriaan Beekmans, ja, volgens mij hebben jullie een mooi jaar gehad. Een heel mooi jaar gehad, heel mooi weer gehad. Mooie ritten georganiseerd, uitgezet. We hebben een mooi weekend gehad naar Duitsland. Dus wat dat betreft hebben we een geslaagd jaar dit jaar. Dus dat denk ik bij zo'n rit, zo'n snertrit, er komen er net zoveel als dat jullie eigenlijk doen uitzegenen. Tenminste in het begin van het jaar. Maar dat valt een beetje tegen. Ja, meestal is er rond de 20, rond de 30 personen met de snertrit. En ja, er is voor het zoveel te doen voor de mensen. Ze hebben niet altijd meer tijd. Hè. Nee. Wel, dus, waar is de laatste rit een beetje naartoe geweest? We zijn nu in de Kempen, België. In Lommel hebben we koffie gedronken op de markt. En zodoende de andere kant weer een beetje terug. Dus, ja, wie zet die ritten dan uit? De ritten zet uit er Frans en Leni Dekkers. En Leni is ook lid van het bestuur. En die doen het perfect. Die doen het hele jaar, zetten die uit. Ja. Wat is nou het mooiste aan dat motorrijden? Ja, de vrijheid en alleen op de weg zitten. Ja, en het overzichtelijke wat je altijd hebt. En, ja. Met alle respect, ik dacht dat motorrijders altijd van die jonge gasten waren. Maar als ik zo kijk, bij de jullie club is dat niet zo, hè? Nee, er zijn wel diverse jongeren bij ons aangesloten. Maar ja, die rijden dan weer in een groepje apart, gaan die rijden. Dus maar, jawel, die af en toe dan zie je ze ook wel en dat komt wel. Ja. Dus iedereen kan lid worden van Laurentius? Iedereen kan lid worden van de motorclub Laurentia hier in Meelheizen. Dus ja. Dan moet je eventjes nog één ding uitleggen. We staan hier bij de prachtige molen. Ja. De Laurentia molen. Ja. Is dat enig verband met de motorclub? Dat is enig verband met de motorclub. We hebben onze naam, toen we opgericht zijn in 1996, hebben wij de naam aangenomen van motorclub Laurentia. In overleg met de toenmalige eigenaresse, eigenaar van de molen. En nou, die vond het wel zo'n prachtig idee dat wij de naam van haar molen, hun molen. En nu, ja, de zoon is er dan steeds bij, die woont hier bij, vlakbij Maris. Is ook bij de molenclub gekomen. En zodoende is onze molenclub ontstaan. Dus eigenlijk voor Gemerbakel een mooi toeristisch trekpleister, dan maken jullie reclame voor. Juist, ja, dat was de bedoeling. Ja. En overal waar je komt, we zijn ooit eens in Utrecht op de beurs geweest met Stel. En die zei, we hebben jullie Laurentia, wat is dat voor een naam? Nou, en daar hadden wij foto's bij, hebben ze laten zien. Nou, dat van het prachtigste idee wat ze ooit gezien hadden van de motorclub. Ja, die de naam uitdraagt van een prachtig ding hier in Meelheizen. Dus nu op en voldaan naar de snert. Ja, de snert is al weer klaargemaakt zijn, dus een bakje koffie erbij, dus en dan gaan we weer op huis dan, hè. En op naar volgend seizoen, hè? Ja, we hebben op 10 november hebben we nog een feestavond dit jaar. Dus die wordt dan ook weer ieder jaar weer druk bezocht. Dus, mensen lid willen worden van de motorclub, is dat dan mogelijk eigenlijk, Adriaan? Kan iedereen ten alle tijde lid worden. We hebben een website, FCMC Laurentia. Dus er staat alles op. Dus. En nu gaan we kijken of dat er wat worst in zit in die snetten. Ik denk het wel. Daar ga ik vanuit. Dus ieder jaar dat prima verzorgd. Vroeger deden we dat onderweg. Maar ja, de laatste jaren hebben we gezegd van, nou, het is er niks mooier als dat we terugkomen bij onze locatie, bij de molen. We maken snert. Prima. Smakelijk eten. Dankjewel. En jullie bedankt voor de komst. Ja.